Hoi, ik ben Sam en ik zit in het eerste jaar van AD Logistiek. Vandaag laat ik je mijn opleiding zien en beantwoord ik meteen de meest gestelde vragen. Kijk je mee? Onze school staat tussen andere HVA-gebouwen op de Amstel Campus. Ik vind dat erg fijn, want je hebt zo verschillende faciliteiten op loopafstand. Zo heeft het gebouw tegenover onze school een grote kantine met genoeg keuze. Ook is er altijd wel ergens een rustig plekje te vinden om te studeren. De Amstel Campus is makkelijk bereikbaar met het OV. Binnen een paar minuten ben je vanaf het Centraal Station met de metro op school. Ik woon in Heemskerk, dus voor mij is dat ideaal. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur. In de zomer ging ik vaak met hem mee. Ik keek mijn ogen uit als ik de gigantische distributiecentra zag. Hiervoor heb ik manager transport en logistiek op het MBO gedaan. Ik kwam erachter dat ik het heel leuk vind om data en logistieke processen te analyseren. AD Logistiek was daarom voor mij een logische volgende stap. Een associate degree is een tweejarige HBO-opleiding. Hij zit qua niveau tussen het MBO 4 en het HBO Bachelor in. In mijn laatste jaar op het MBO twijfelde ik tussen de Bachelor Logistics van 4 jaar en AD Logistiek. Ik heb uiteindelijk voor de AD gekozen omdat het een hele praktische opleiding is. Wat je leert pas je direct toe in de praktijk. Hierna kun je altijd nog de Bachelor gaan doen. En dan mag je beginnen in het derde jaar. Een jaar is opgebouwd uit 4 blokken van elk 10 weken. Je gaat ongeveer 4 dagen per week naar school. Elk blok heb je 1 project waar je met je groepje aan werkt. De workshops die je krijgt hangen samen met het project dat je op dat moment doet. Iedere dag dat je op school bent, heb je studieruimte. Alle groepjes uit je klas werken dan in een open ruimte aan hun projecten en docenten lopen rond om je te ondersteunen. Verder bezoek je voor je project regelmatig bedrijven en krijg je gastcolleges van personen uit het werkveld. Ik denk dat ik gemiddeld 40 uur per week met school bezig ben. Wat ik heel fijn vind is dat je in het eerste jaar een mentor hebt waar je altijd bij terecht kunt als je vragen hebt. De groepsopdrachten vind ik het leukst. De hele dag in collegebanken zitten is niks voor mij. Gelukkig ligt bij AD Logistiek de nadruk op samenwerken aan praktijkopdrachten. We werken heel professioneel. Van tevoren stellen we een samenwerkingscontract op en ondertekenen we die. Hierin staan afspraken over je aanwezigheid en een taakverdeling. Wat ik zo mooi vind aan samenwerken is dat je veel van elkaar kunt leren, want iedereen is weer ergens anders goed in. Het project in het eerste blok vond ik erg leuk. We vergeleken de logistieke processen van 2 bedrijven en moesten daar conclusies uit trekken. Vooral de bedrijfsbezoeken vond ik erg interessant, want daarbij kregen we echt een kijkje achter de schermen. We hebben geen tentamens. Je werkt per blok aan verschillende individuele en groepsopdrachten. Wekelijks bespreek je jouw voortgang met een docent en met de feedback ga je weer aan de slag. Ik ervaar daarom aan het einde van het blok niet echt deadline stress, want na al die tussentijdse beoordelingen weet ik wel ongeveer wat voor cijfer ik krijg. Je bent als praktijkgerichte logistieke professional zeer gewild. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als transportplanner of warehouse manager, maar ook als planner bij grote evenementen. In het tweede jaar ga je 1 dag per week naar school en loop je 4 dagen per week stage. Veel studenten blijven na hun stage bij dat bedrijf werken. Ik wil later data-analyst op Schiphol worden. Aan de hand van bergen data optimaliseer ik dan planningen of voorraadbeheer. Schiphol lijkt mij een geweldige werkplek, omdat het heel groot, dynamisch en multicultureel is. Elke dag is weer anders. Zolang je aanwezig bent bij alle lessen en een goede planning maakt, is het prima te doen. In het weekend ben ik niet met school bezig. Ik werk zaterdag als transportplanner bij een supermarktketen. En zondag relax ik. Ik ga dan met mijn vriendin wat leuks doen. Het bevalt me prima op school. Wil je meer weten over AD Logistiek? Kom dan een keertje kijken op de open dag of stuur je vraag alvast via Instagram DM. Doei!